Je kijkt naar een samenvatting van de 67e CIMAC Omloop der Kempen. Een monumentale klassieker die onlangs de UCI-status verloor en dus nationaal is geworden. Maakt daarom geen deel meer uit van de topcompetitie en moet het vandaag dus met 5 continentale teams aan de start doen. Organisator John van den Akker blijft ambitieus en denkt al aan 2016. Nou, ik wil heel graag terug op 1.2 niveau, want dat is mijn onze ambitie. En we willen graag buitenlandse continentale ploegen aan de start die kunnen wedijveren met onze Nederlandse continentale ploegen. Hè. Dus dat is ons doel voor 2016 en we zullen kijken of we dat weer kunnen bereiken. Om 11:50 werd het pak weggeschoten door oud-prof en oud-winnaar van de Omloop der Kempen Patrick Stroeken. En vertrokken de mannen voor een koers over 189 kilometer. Er is weinig wind en dus blijft het peloton lang bij elkaar. En dat zorgde voor valpartijen. Juri Havik gaat hier hard tegen de grond. Een van de kanshebbers voor vandaag. Hij overweegt heel even om af te stappen, maar besluit toch de strijd te vervolgen. Na 50 kilometer is er dan een serieuze aanval. Jochem Hoekstra, Maarten van Trijp, Stefan Kreder, Jente Biermans en Jan-Willem van Schip nemen al snel een minuut voorsprong. Er komt dan een reactie van 8 renners. Hier op de rug gezien in het geel-wit oud-Nederlands kampioen op de weg Dennis Smit. Maar ook regerend Nederlands kampioen tijdrijden Stefan Lammerting zat bij de 8. Tim Arissen meldt zich dan ook voorin met Mitchell Cornelissen. En even later sluiten ook Martijn Budding en Ricardo van Dongen als laatste aan. En zo hebben we dan 16 leiders. Het peloton geeft zich niet meteen gewonnen, want er steekt nog een groep over van 12 renners. Koos Jeroen Kers, ook al een oud Nederlands kampioen op de weg. Sven van Luik, Wouter Leten, Luc Buchter, Peter Lenderink, Artijs de Vries, Milan Veldman, Geert van der Wijst rijdt vandaag voor zijn club en niet namens Team 3M, Jason van Dalen, Stan van Wijkel, Nick Stuppler en Dennis van Leeuwen. Ja, en de mannen krijgen het niet cadeau. Maar liefst 10 kilometer moeten de 12 jagen om bij de 16 koplopers te komen. Maar bij het binnenrijden van Steensel is de samensmelting vooraan een feit. Met nog 84 kilometer voor de boeg hebben we dan 28 leiders in de koers. De samenwerking voorin is matig en dus proberen Dennis van Leeuwen en Renssen Stroet het met z'n tweeën. Ze rijden een aardig gaatje bij elkaar, maar na 5 kilometer vinden de mannen van Zeg Racing het welletjes. De kopgroep is weer compleet, maar de vaart is eruit. Het peloton nadert, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de sterkste renners voorin rijden. En dus blijft de voorsprong steken rond de minuut. Dan een aanval van Jan-Willem van Schip en Julius van den Berg. Zij zijn op zoek naar de ontsnapte Jochem Hoekstra. Hoekstra voelt zich sterk en is alleen ten strijde getrokken. En het kost de twee veel moeite om bij hem te komen. Maar met nog 35 kilometer te gaan hebben we dan 3 leiders die goed samenwerken. Jan-Willem van Schip, Babydump Cycling Team, hoopt op een ticket naar Rio 2016 op de baan. Jochem Hoekstra, Joop Piels, mag het hier afmaken voor zijn ploeg vandaag, waarvan de sterkste delegatie in Frankrijk fietst in Parijs-Arras Tour, waar Jeff Vermeulen een etappe won. En Julius van den Berg, eerstejaars bij Zeg Racing, kan alleen maar sterker worden door hier vooraan te rijden. En dan het voorspelbare scenario. Rabobank Development Team wordt op kop gedwongen, want zij hebben niemand mee voorin en zijn in overtal in de kopgroep. Het gat moet dus dicht en met nog 20 kilometer te rijden is de kopgroep weer compleet. Maar niet voor lang. Vooraan hebben zich weer 5 man weten los te maken uit de kopgroep en ze hebben snel een halve minuut bij elkaar. Rens de Stroet, Ricardo van Dongen, Jochem Hoekstra, ja daar is hij weer, Niels Goeree en Koos Jeroen Kers openen die finale hier in de CIMAC Omloop der Kempen. En dan is het Jochem Hoekstra die een splijtende demarrage plaatst met nog iets meer dan een kilometer te gaan. Hij kijkt om en hij ziet het goed. Hij heeft Juri Havik op zijn hielen. Waar komt die opeens vandaan? Juri Havik kwam lelijk ten val en heeft toch nog de oversteek gemaakt vanuit het peloton naar de kopgroep. En wil erop en erover, maar komt net iets te kort voor zijn jump.
Jochem Hoekstra zag het op tijd en gaat hier op weg naar een prachtige overwinning voor zijn ploeg Cycling Team Jopiels. Jury Havik moet genoegen nemen met een tweede plaats en coach Jeroen Kers wint het sprintje voor de derde plek van de achtervolgende groep. Ja, we waren met 5 man weg en het was een beetje gokken of we weg zouden blijven of niet. En uiteindelijk net wel, net niet, zeg maar. Maar het is jammer dat Havik nog aan kon sluiten eigenlijk. Het was een soort frisse man die er meteen vandoor ging. Toen restte er niet veel meer dan een derde plek. Jury, tweede plaats, dat moet balen zijn voor een sprinter met jouw capaciteit, hè? Ja, dat is heel zuur. Ik tussen 2 en 1 kilometer voor het einde reken nog naartoe, naar die 5 jongens. Een gaatje van 10 seconden misschien. Stuppler die maakte het eerste gat dicht voor me. En op het moment dat ik aankom sluiten, rijdt die jongen weg, links van de weg. En dat is gewoon korter hier. En dat weet ik. Dus ik had attenter moeten zijn en meteen mee moeten gaan. Maar ja, ik reageerde rechts van de weg en dan is die laatste bocht veel langer. En een gaatje van 50 meter, dat houdt hij tot op de streep. Dus hij heeft net zo hard gereden als ik die laatste kilometer. Dus, Ja, vandaag. Ik wist gewoon, deze wedstrijd wordt bijna nooit de massasprint. En vandaag was dat weer zo. En je kan me beter vooraan meezitten dan achteraan de feiten. Dat is ook zwaar om achter de feiten aan te rijden. En ik dacht gewoon mee blijven gaan en dan gaan kijken wat het schip strandt. En hier nog eens het podium van de 67e CIMAC Omloop der Kempen. Bedankt voor het kijken en wil je meer zien? Hou dan de website proflavio.nl in de gaten. Want woensdag aanstaande gaat de reportage over het Rabobank Development Team live. Een special in de wagen bij ploegleider Arthur van Dongen tijdens de Omloop der Kempen vanuit een ander perspectief. Straks wordt het weer smal en dan steken de groepen wellicht nog over. Zorg dat je dan mee zit en laat je dan brengen. Oké? Okay?